Broers en zussen, dat is iets heel speciaals. Soms twee handen op één buik en soms kunnen ze mekaars ogen uitkrabben. Dit is Philippe. Vlot een boy, knappe kerel. En toch is er iets dat zijn zus Stefanie hem echt eens wil vertellen. Hey, ik ben Stefanie. Ik woon hier in Herselt samen met mijn ouders en mijn tweelingbroer. Meestal vragen mensen dan of dat we een hele speciale band hebben. Natuurlijk kunnen we elkaars gedachten niet lezen, maar wij komen wel heel goed overeen. Soms zijn er ook wel eens frustraties. En meestal gaat dat dan over onze auto dat wij samen delen. Dan rijdt hij allebei ziet op en dan moet ik gaan tanken. En op den duur moet hij mij dan altijd afbetalen ook. Soms word ik dat wel eens beu en daarom wil ik dat hij echt eens goed betaald zetten. Vertel het maar. Wat is er? Meneer Philippe, hij wil nu iets zeggen. Ja. Moet zelf ook eens tanken. Je moet altijd alle benzine op. En je gaat nooit tanken. Zus Stefanie is dat kotsbuur. Ze moet altijd de benzine voorschieten. Betaal dan eens terug. Dus is het geen bank, hè? Ofwel is Stefanie een bank? Nee. Dus wat gaan we doen in de toekomst? De aftrek betalen. Inderdaad. Zeg het eens luid op. Ik ga in het vervolg de aftrek betalen. Flink zo. Anders komen we binnenkort terug. En dan zijn de wiellappen misschien weg. Of werken de remmen niet meer. Dag, meneer Philippe.